Het is tijd voor een lekker bier. Ken jij de Oakt van Cornet al? Cornet is ook blond Belgisch bier dat op smaak wordt gebracht door de rijping op eikenhouten snippers tijdens het brouwproces. Krachtig, maar een verrassend zachte smaak. En naast dat je het uit een glas kan drinken, kan je het ook gebruiken voor verschillende gerechten. Een van mijn favoriete gerechten om te maken zijn aubergineballetjes met tomatenbiersaus. Ik ga beginnen met de aubergines. Die ga ik samen met rode uien en knoflook grillen in de oven. Terwijl de aubergineblokjes in de oven zitten, ga ik beginnen aan de tomatenbiersaus. Dat doe ik met een shallotje, knoflook en tomatenpuree en daar begin ik mee. Als de aubergine uit de oven is, maak ik de balletjes door de knoflook, ui en de blokjes samen met paneermeel, ricotta, parmezaanse kaas, peterselie, Spaanse peper, bloem en ei in een keukenmachine te mixen. Wat mij betreft aan tafel met Cornet bier en deze heerlijke balletjes.